onze gast van vandaag in de lunchbreak, Michelle Zandman. Waarom? Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik ben snel geneigd om te zeggen dat onze gasten aan deze tafel een bijzonder verhaal hebben, maar zij heeft er echt een. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl. Dit is de Ruhr Lunchbreak. Fijn dat je er bent, Michelle. Yes, dankjewel. Je maakt ons wel nieuwsgierig. Ja, ja, dus ze gaat op zelf... Op social media al, hè, ging het al een beetje los. Ik zit op LinkedIn een bericht. Nou worden mijn berichten over het algemeen daar wel goed bekeken. Maar deze ging ook richting de 10.000 binnen 20 uur. Dus mensen zijn blijkbaar benieuwd naar jouw verhaal. Het is goed dat je er bent vandaag. Zullen we eerst even bij de actualiteit beginnen? Het Songfestival gaat definitief door volgend jaar in mei. Doet je dat iets? Mwah. Ik vind het wel leuk. Jawel, hè? Ze vindt er niks aan. Dat zie je alle gezichten. Dat gezicht liegt niet. Nee. Jij bent blij, hè? Nee, ik vind het leuk. Deze stad hunkert naar weer een groot internationaal evenement. Dat was al geregeld door de zegen van Duncan Lawrence bij het vorige Songfestival. Kon niet doorgaan. En goed voor Jolande Janssen en haar mensen in Hooi dat het volgend jaar op 22 mei wel de grote finale gaat plaatsvinden. Jij had hartstikke leuk werk vorig jaar. En toen besloot je om te gaan reizen. Ja, hoe lang zou je wegblijven? Ja, ik had niet echt een einddatum, maar ik had wel in mijn hoofd dat ik gewoon een flink aantal maanden wel in ieder geval in het buitenland wilde spenden. En waarom doe je dat eigenlijk? Ja, eigenlijk is dat wel gekomen door afgelopen jaren en een hele riedel aan operaties en noem maar op. En toen had ik eigenlijk zoiets van ja, ik wil gewoon wel eruit, meer van de wereld zien. En, toen zat je daar. Toen zat ik daar. Je ging in januari weg? Ja, ik ging eind januari inderdaad weg. Toen ben ik naar Sri Lanka gegaan. Toen ben ik daar een maand geweest. En, ik had... Alleen? Ja. Ja. Nou, ik had wel twee vriendinnetjes die ook aan het reizen waren. En die zaten... Maar alleen in een vliegtuig gestapt? En, ja. Ja. Wat doet dat eigenlijk met je? Ja, dat was wel vrij spannend. Maar ik moet zeggen, ik had daarvoor eigenlijk nog nooit alleen gereisd. Tot een jaar ervoor dat ik dacht, nou, ik ga dit eens proberen. Toen nog wel met een collega in het vliegtuig gestapt, maar onze eigen weg gegaan. En nu dacht ik, toen had ik de smaak te pakken. En, Jij was alleen op vakantie geweest? 1 keer. Nee, 2 keer. Mijn eerste was in 1990 naar het WK voetbal in Italië. Met een tentje naar Sicilië ben ik gegaan. Was dat toen je niet geaccrediteerd was, maar toch moest werken? Nee, was ik 20 jaar. Ik ben als supporter naar Sicilië gegaan. Nederland daar heel slecht te zien voetballen na het gewonnen. EK 88 waren we favoriet in Italië. Maar we maakten er weinig van. Ik ben daar geweest, al die wedstrijden. En de tweede keer? Ja, ben ik eens een keer in Spanje geweest. Een week of zo op zo'n eiland. Een van die Canarische eilanden. Welke weet ik niet eens meer. Maar goed, je zit daar en dan breekt corona uit. Ja, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik zat dus in Azië, mijn reis zou eigenlijk ook in Azië plaatsvinden en daar merkte je er eigenlijk vrij weinig van. Hoewel dat in Nederland natuurlijk juist het idee was van in Azië is het allemaal zo heftig. Nou, bij ons eigenlijk helemaal niet. Iedereen gaf elkaar handen, dat is in Sri Lanka sowieso een ding. Ja, en toen had ik op een gegeven moment wel zoiets van ja, wat ga ik nu doen? Dacht ik, ik ga maar niet naar Vietnam, ligt naast China. En we kregen natuurlijk al wel wat dingen door van thuisfront en toen... dacht ik, nou dan ga ik naar Nieuw-Zeeland. Mijn zusje die woont daar. En toen ben ik van Sri Lanka naar Nieuw-Zeeland gevlogen. Dus toen moest je daarin, wat is het? In lockdown, in quarantaine? Ja. Nou, niet in quarantaine toch, maar je zit wel daar een soort van vast. Nou ja, eerst zat ik ging daar eigenlijk heen. In het begin kon je daar eigenlijk nog van alles doen. Toen heb ik ook getwijfeld van, ga ik misschien wel hier blijven? Want in Nieuw-Zeeland was het, nou ja, zoals we nu ook allemaal zien, hebben ze het vrij goed gedaan. Ja. Maar toen... zat ik daar uiteindelijk binnen 48 uur kondigde ze een totale lockdown aan. Dus toen was het spullen inkopen. Het wordt er natuurlijk ook winter. Ik had alleen mijn Azië-kleding bij me. Dus bikinis en korte broeken. En toen heb ik een hotel voor mezelf geboekt. En heb ik daar 2 weken in dat hotel gezeten. En uiteindelijk, die verhalen hoor je alleen maar van mensen die gerepatrieerd moeten worden. Maar jij bent echt serieus gerepatrieerd. Ja, ik begreep dat jij zelf een vlucht wilde boeken. Dat was 10.000 euro of zo, hè? Ja, ze gingen onbetaalbaar echt, eigenlijk. Ja. Ja, ze gingen weg voor tussen de... Op een gegeven moment waren er nog een paar van 2. En dan waren dat de laatste. Gingen ze naar 5 en tot 10.000 euro heb ik ze gezien, ja. Dat ik dacht, nou, dat ga ik niet doen. Hoe gaat dat gerepatrieerd worden? Ja. Hoe werkt dat in de praktijk?
Nou, je wordt met z'n allen in overvol vliegtuig gestopt en je gaat terug. Maar je moet contact zoeken met de ambassade? Ja, je kon je aanmelden in elk land. Ze hebben dat echt wel goed gedaan vanuit Nederland. En je kon je aanmelden waar je zat. En ze bleven ook vragen van, zit je er nog steeds? Met wie wil je naar huis vliegen? En dan blijven ze contact met je houden. En nou, dan op een gegeven moment krijg je gewoon al een vluchtnummer door. Ze hebben dat met KLM geregeld. En toen zat ik ook daarbij weer. Ik dacht, nou, dat duurt nog wel even voor ze komen. Dat zeiden ze ook. En toen waren ze binnen 48 uur opeens... hadden ze voet gezet aan de Australische bodem. Dus. En toen kwam die Zeeland al. Dus toen zat ik opeens binnen een paar dagen hier in Nederland. Toen dacht ik, ja, dit is gek. Wat moet je dan weer? Ja. En toen ging je bootcamp organiseren. Nou, ik ben dat vorig jaar eigenlijk vanuit een hobby gestart erbij. Omdat ik dan altijd heb gebasketbald. En mijn zusje die zei, kan je niet mijn personal training geven of iets? En toen waren er meer enthousiastelingen. Toen werden het bootcamps. En ik had wel bedacht, als ik terugkom van mijn reis, wil ik graag voor mezelf beginnen. Ik had wel wat ideeën in mijn hoofd, maar wat het precies moest worden, dat wist ik nog niet. En waarom wil je dan graag voor jezelf beginnen? Ja, ik heb gewoon best wel een, denk een sterke visie en mening. Dus je kan gewoon niet werken. Jawel, ik kan het wel. Maar ja, maar zij zegt ook, ja, dus ik ken haar helemaal niet zo heel goed. Ik heb haar pas een paar keer gesproken, maar zij zegt ook vrijheid volgens mij. Ja. Jij hebt mij een keer gezien met Frank ook trouwens in de boothouse, waar we de business party gaven, waar ik op podium stond te presenteren. Zei tegen mij, het lijkt me ook leuk om dat soort dingen te doen. Ja. En ik geloof wel dat jij heel veelzijdig bent. Je zegt, ik heb gebasketbald. Je hebt gewoon op het allerhoogste niveau in Nederland gespeeld, in de Eredivisie. Dus jij hebt wel een sterke wil, denk ik, om dingen te bereiken. Ja, nou dat klopt zeker wel. En ik had ook al vroeger, ik denk dat ik altijd wel in mijn hoofd had, ik ben gewoon heel ondernemend ingesteld. Ja. En ik wil het dan gewoon aanpakken en wel op de manier zoals ik dat wil. Ja, en wat je denk zegt, ik ben nooit in iets heel goed, maar ik kan altijd alles wel een beetje. Dus die veelzijdigheid zit er wel in. Maar dat en je maakt werkt hard blijkbaar. Ja, dat zeg je ook dan van je eigen basketbalcarrière. Je bent aan de kleine kant, hè, mag ik wel zeggen. Zeker voor een basketballer. Ja. En zeggen, zo goed was ik nou ook weer niet. Nee. Ja, ik heb inderdaad voor basketbal heb ik wel knetterhard moeten werken. En dat was ook wel een beetje mijn speelstijl. Dus op elke bal duiken, blauwe knieën. En zo zagen mensen mij ook wel. Zullen we even kijken naar een registratie van zo'n bootcampje dat je geeft? Is goed. Ik heb daar een keer, niet wetende wie je was, heb ik daar staan kijken. Ja, want het is daar beneden bij de Shell aan het eind van de Maasboulevard, klopt? Ja, zeker. En daar mag je zo? Ja, ik heb er nog nooit over gehoord, dus volgens mij wel. En hoe gaat dat? Ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Ik was het dus dit jaar weer gaan oppakken na mijn reis, omdat mensen eigenlijk in dat groepje vroegen van kunnen we weer, hè, we mogen weer naar buiten, maximaal 10 man geloof ik. En binnen een paar weken had ik zoveel mensen dat ik dacht, ja, dit moet ik nu gewoon gaan doen. Hey, hoe kom je dan aan die mensen? Dat is ook wel bijzonder. Zijn dat mensen uit de topsportcarrière? Hoe kom je bij die mensen terecht? Hoe komen ze bij jou terecht? Ja, ik weet het. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet het eigenlijk ook niet. Iedereen neemt gewoon mensen mee. Ja. Ik heb wel een paar mensen via social media, maar dat is echt wel beperkt. En verder begon het met vrienden. Vrienden van vrienden, familieleden, nichtjes, neefjes, oude teamgenoten. Mm-hmm. Van alles eigenlijk. Veel vrouwen, hè, zijn het? Het zijn veel vrouwen, maar er komen steeds meer mannen bij, hoor. Ja. Oké. Okay. Het zijn geen vrouwenbootcamps. Nou, dat was nog niet toen ik stond te kijken. Maar leuk dat dat op die manier ook gaat. Dan een heel ander punt. Ja. Er zit borstkanker in jouw familie. Ja. Dat is een klein zinnetje. Ja. Maar is dat een soort van slagveld door de jaren heen? Ja, in mijn familie zit het borstkankergen BRCA1 heet dat. En je hebt twee soorten genmutaties, dus BRCA1 en 2. En dat veroorzaakt inderdaad een verhoogd risico op borstkanker. En dat gaat van generatie op generatie of kan dat ook wel eens overslaan? Dat gaat generatie op generatie, maar als iemand het niet heeft, kan die het niet meer doorgeven. En bij ons werd het eigenlijk pas ontdekt in de generatie van mijn moeder toen onze generatie er ook allemaal was, om het zo te zeggen. Dus al mijn nichten, neven en wij. Dus wij hadden toen al zoiets van dan bestaat de kans dat wij het ook hebben.
Tegenwoordig kan je het wel stoppen trouwens. Dus je kan tegenwoordig een eicel eruit laten kiezen die het gen niet meer heeft. Oh? Ja, dus dat is wel bijzonder. En hoe is dat met je moeder gegaan? Mijn moeder die heeft, hoorde dat toen eind 30 geloof ik, of begin 40. En die heeft toen preventief ook haar borsten laten verwijderen op dat moment. Ja, net als een aantal tantes van mij. En een aantal tantes van mij dan ook wel helaas ziek geworden. Ja. En wanneer was het eerste moment eigenlijk dat je besefte dat dat ook over jou ging? Ik denk, ja, moet ik even goed nadenken. Maar toen mijn moeder het ging doen, zeiden mijn zusje en ik, wij gaan later ook onze borsten eraf halen. Dat is en dan echt, ja, waren toen jullie toen? Ik was 9 en zij was 7. Zo. Ja. Bizar, ja. Heel bizar. Ja, en ja. Ik denk echt wel dat dat heeft geholpen hoe mijn moeder daarmee omging. Zij stond daar echt zo sterk in. En ja, je ziet je moeder op dat moment denk ik ook heel erg als een voorbeeld. Dus voor mij was het toen ook helemaal nooit meer raar. En ik heb eigenlijk altijd het gevoel gehad dat ik het had. Misschien ook omdat ik heel erg op mijn moeder lijk. En ik heb ook altijd in mijn hoofd gehad van, ik ga dit later gewoon doen. En op een gegeven moment moeten ze dan gaan testen? Ja. Ja, daar hoe oud was je toen? Even denken, nu 3 jaar geleden, dus 24, 25, ja. En eerder kan niet, of eerder wilde je niet? Ja, het kan eerder. Volgens mij kan je vanaf je 18e testen. Wij werden vanaf ons 21ste wel gecontroleerd. Dat is normaal wel op een oudere leeftijd, maar in onze familie is het vrij agressief. Ik had wel het in mijn hoofd, als ik het weet en ik denk dat ik het heb, dan wil ik er meteen wat aan doen, want anders voel ik me echt een soort tikkende tijdbom. En dat wilde ik eigenlijk pas als ik klaar was met studeren, mijn leven een beetje op orde had, misschien een huis had gekocht. Nou ja, dat verhaal. Maar goed, dat liep uiteindelijk toch allemaal weer helemaal anders. Zo zie je maar weer dat je nooit kan plannen. Maar toen heb ik het dus inderdaad laten testen. En wat zeggen ze dan tegen je? Want gaat dat dan om percentages? Nee, het is eigenlijk een vast percentage. Dus als je dus positief wordt getest op dat gen, dan heb je tot 85% kans op borstkanker. En in een later stadium of een latere leeftijd ook een verhoogde kans op eierstokkanker. Dus, Maar wat is verhoogd dan? Eierstokkanker is geloof ik tot 45-50%. Ja, want ik vraag nou een beetje door om die percentages. Maar heb je echt nog die afweging? Ja, maar 85 is de kans natuurlijk echt bizar groot. Hè? Ja. Dan krijg je het bijna zeker. Ja. Dus dan snap ik jouw keuze wel. Al lijkt me dat wel. Ja, een keuze. Je zegt dat je liep het als jong meisje. Maar het is natuurlijk ook een bizarre keuze die je als vrouw maakt. Ja, nee, toch? Dat klopt ook zeker hoor. En vooral, ja, ik moet zeggen, ik was eigenlijk nog het meest bang voor de narcose. Dat vond ik eigenlijk nog het engst, omdat ik daar echt niet van hou. Maar het heeft ook wel, ik heb wel veel tranen door hem gelaten hoor, ervoor, maar ook daarna. Ja. Ik heb ook daarvoor wel een soort burn-out gehad. En ik denk eigenlijk ook wel dat dat deels daarmee te maken had. Ja. Dat je toch wel in één keer denkt, ja, het staat wel allemaal op zijn kop. Maar tegelijkertijd voelde ik me ook bevoorrecht. Want er zijn natuurlijk ook een heleboel vrouwen die ziek worden. Ja. En die er niks aan kunnen doen. Dus, en ik kan dat wel. Ja, maar je hebt het vorig jaar gedaan trouwens, hè? Ik ben nu net 28 geworden. Dus ik was 26 toen, 27 toen, 2018. Maar het is een groot ding in het mensenleven. Ja. Ja, het was op dat moment heel zwaar. En de weken daarna ook wel echt, je kan helemaal niks. Maar ik moet wel zeggen, het gekke was dat ik wakker werd. En mijn familie stond op mijn bed. En ik kon toen alleen maar huilen van blijdschap. Omdat ik wel echt blij was dat het toen weg was. Mm-hmm. En ja, als je het dan inderdaad hebt over een keuze, het is echt een keuze die je natuurlijk maakt, want het is een percentage, dus in die zin is het preventief en ja, voelt het soms ook, ik heb me bijna soms stommer over gevoeld, omdat je dus niet ziek wordt of zo, dus dan ga je weer je eigen dingen ook bagatelliseren. Maar ja, ik voelde me op dat moment wel echt een tikkende tijdbom en ja, het ontstond dus ook in mijn generatie, dus mijn nicht die heeft ook borstkanker gekregen en dat was voor mij denk ik wel echt even een soort wake-up call. Ze zeiden namelijk voor je 30ste is vroeg en zij kreeg het voor de 30ste, ja. Dus dat was voor mij ook zoiets van. Heeft je zus het ook gedaan? Nee, mijn zusje die heeft het niet. Oké, okay, die heeft het niet. Oké, okay. Nee. Oh, gelukkig maar. Dus dat was wel een hele opluchting. Hey, misschien ga ik een heel intieme vraag stellen, maar dat denk ik ineens aan. Heb je nou voor jezelf foto's laten maken met borsten nog? Ja. Omdat het misschien psychisch ook wel, ja, ik weet niet of dat belangrijk is voor je. Ja, nou, niet dat ik echt helemaal ergens naartoe ging en daar een fotoshoot ging doen.
Wel over nagedacht, maar eigenlijk de dag voordat ik geopereerd heb, mijn moeder en mijn zusje me op een soort verrassingsdag meegenomen. En toen hebben ze 's avonds ook thuis een camera neergezet. En toen hebben we eigenlijk met z'n drieën een soort shoot gedaan. En, ja, en dat, ik ben ook wel heel blij dat ik dat heb gedaan. Dan kan ik nog soms even terugkijken. Ja. Maar goed, het is, ja, ik ben er nu in principe een soort van blij mee met het resultaat. Maar ik heb natuurlijk nooit meer gevoel erin. En dat is wel heel raar. Ja. Ja. En je zei een reeks operaties? Ja. Wat ja, het is, gebeurt er dan allemaal? Ja, de eerste doen ze een borstamputatie. Dus dan halen ze ja, eigenlijk het helemaal leeg. En je kan ook nog kiezen tepelbesparend of niet. Ik heb daar toen niet voor gekozen, omdat ze ook niet zo goed wisten van ja, waar komen die dan straks precies te zitten. Daar is ook nog een hele kleine kans op kanker. Dus toen dacht ik, eraf, alles eraf. Ja, en dan krijg je eigenlijk een soort tissue expander. Dat is een soort ballonnetje waarmee ze het gaan oprekken. Dat plaatsen ze onder je borstspier. Dus eigenlijk anatomisch heeft mijn borstspier ligt nu ook anders. Die ligt er overheen. Ja, en dan gaan ze dat een aantal maanden opvullen met een vloeistof. Dus je moet elke week terug en dan ja, blazen ze het letterlijk op. Dus op een gegeven moment waren ze vrij groot. Zo was bij basketbal ook heel leuk. Ja, we konden er erg om lachen met die meid. Dat heeft me ook echt geholpen. Die zeiden ook van, nou Mies, dit is, ja, is worden die goed. Toch? Nee. Het is goed. Maar dat moeten ze ook iets groter oprekken om het uiteindelijk ja. Weer eronder te kunnen krijgen. En dan heb je dus je tweede operatie. En dan plaatsen ze protheses. Dat hebben ze tenminste bij mij gedaan. Je kan ook voor andere opties kiezen. Zoals een met lichaams-eigen stoffen diep lab. Maar dat wilde ik niet of kon ook niet bij mij. En toen heb ik nog een derde operatie gehad. Lipofilling heet dat. Dat betekent dat ze met vetweefsel nog een en ander recht kunnen trekken. Maar ook, ik had best wel last van verklevingen, nog pijn. En nu moet ik zeggen dat het wel een stuk minder is. En hoe, ja, dat vraag ik ook maar gewoon. Hoe ziet het er dan nu uit? Ja, ja het, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik heb wel een litteken echt dwars eroverheen. Maar goed, dat wordt ja, naarmate de tijd vordert ook minder. En ja, hoe het eruit ziet, ik ben er wel blij mee. Ja, het blijft zo staan. Dus in die zin, hoe ouder ik word. Ja. Ja, dat is wel een geruststellende ja, gedachte. Precies. Dus dat wel, maar ja. Maar maken ze dat zo mooi dat we, als we straks na afloop moeten douchen, dat wij dan helemaal het verschil niet zouden zien? Nou, bijna wel. Ik denk wel, je ziet wel dat ze een stuk ronder zijn ook in bikini. Dus ik denk wel dat vooral mannen denken van, ja, is dat nou echt of niet? Maar ja, ze maken het wel echt heel mooi. En ik ben ook wel heel blij in welk ziekenhuis ben geopereerd. En ik ben ook heel blij geweest met mijn plastisch chirurg en mijn chirurg. Krijg je psychisch bijstand? Wordt dat aangeboden? Ja, dat wordt aangeboden. Ik ben wel van ziekenhuis geswitcht. Dus ik had dat eerst vanuit het Erasmus. Ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk tijdens de periode niet heb gedaan. Oké. Okay. Niet nodig of zo, denk je zelf? Ja, nou ja, misschien. Ik heb daarvoor dus al een burn-out gehad. Dus toen ben ik zelf al wel met dingen daarbij geholpen. En ik had daar tijdens ook echt geen behoefte aan. Nee. Ik merkte dat het eigenlijk wel oké ging. En ik had eigenlijk genoeg lieve mensen om me heen. Mm-hmm. En mijn moeder mm-hmm. en mijn zusje en mijn vader en, mm-hmm. en mijn stiefvader ook. En op dat moment had ik juist iets van, nee, allemaal even niet. Okay, laat mij maar gewoon rustig hier bijkomen. En, ja. Hey, en die burn-out, hè? Wij hadden hier verleden week Nina van Stijn. Ja, ik wijs naar hem, want ze stond op zijn plaats. Mm-hmm. Ook iemand die bruist van de energie, allemaal nieuwe plannen, grote talenten, harde werker. Ja, en dat zijn dan in onze ogen hele jonge meiden. Ja. Voor wie het dan toch gewoon te veel is. Ja. Ja. Dat was bij mij ook inderdaad. En het gekke is, je hebt het soort van niet door. Je zit op zo'n soort trein waarop je met 130 km per uur doordendert. Want dat is werken, Eredivisie, basketballen, ja. Vriendinnen, vrienden, ja. Uitgaan. Ja, studeren. En dan wil ik altijd de beste nog in alles zijn. Dus dat maakt het ook niet echt lastig. Dan ben je vrij streng voor mezelf. Ja, inderdaad alles ja, op het hoogste niveau willen. En ja, als je erin zit, dan kan je het vaak wel in stand houden. Maar als je dan een keer stilstaat, dan dondert het helemaal. En wat heb je ervan geleerd? Ja, sowieso wel af en toe echt een stap terugnemen. Echt even stilstaan. En ja, veel meer ook kijken van wat wil ik nou zo? Wat maakt mij nou echt blij? En nou ja, misschien die veelzijdigheid waar we net over hadden, die maakt het soms voor mij ook erg moeilijk. Ja. Met mijn enthousiasme, ja, dan denk ik, oh, dit is leuk en dat.
Ja, en nu heb ik eigenlijk zoiets van, oh, maar als ik het nou als kracht kan gebruiken door het als bedrijf, ja, vanuit mijn eigen bedrijf in te zetten, want bootcamps is eigenlijk maar één stukje wat ik wil gaan doen. Ja, dan wil ik gewoon het voor mezelf zo gaan creëren dat ik alleen maar dingen doe die ik gewoon leuk vind. Zijn volop vragen die binnenkomen op www.reur.nl en op onze Facebookpagina waar je naar deze uitzending kan kijken. We geven ook nog wat weg, hè? Ja, van onze vriend Peter van der Wielen, vorige week de gast in deze show, van Sanidump, een Bluetooth speaker voor onder de douche. Hij is waterdicht. Je kunt mailen naar info@reur.nl, info@reur.nl, dan maak je kans op deze speaker van Sanidump. Heb jij er alleen, Mis? Nee, ik heb er nog één. Alsjeblieft. Yes! Ja, ja, gewoon met een enorme prijs naar huis hier. Leuk. Linda vraagt, ben je nog steeds bang om ziek te worden? Nee, borstkanker niet meer, maar ja, die eierstokkanker, dat zit er nog wel. Dus ja, ik ga ook nog wel mijn eierstokken eruit halen, maar dat is pas op een latere leeftijd. Jessica, denk je dat je anders in het leven staat dan je leeftijdsgenoten door wat je hebt meegemaakt? Ja, ik denk het deels wel. Ik denk wel dat ik wel veel op mijn bord heb gehad en ik moet zeggen, het heeft me ook wel enorm geholpen. En het heeft me ook alleen maar meer, uiteindelijk meer deuren voor me geopend. Dus ik zie het wel uiteindelijk als een kans, maar het is wel echt heel zwaar geweest. En ik heb wel, ik ben het op mijn eigen bodem wel gegaan afgelopen jaren, dus ja. En kan je daar een moment van, een bodemmomentje terughalen? Wat was er toen met je? Wat gebeurde er? Ik denk eigenlijk bijvoorbeeld als ik net na mijn operaties, dat je op zo'n bed ligt en je kan niet eens zelf omhoog, want die spieren zijn er dus overheen getrokken en daar hebben ze iets onders gedaan, dus dat trekt. Ik kan niet eens mijn eigen hoofd bewegen, dus mijn zusje die moest letterlijk iets onder mijn handen leggen. Ik kan niet eens rechtop zitten en dan ga je eigenlijk dingen opnieuw leren, dus je gaat dingen daarmee ook opnieuw waarderen. Dus ja, op dat moment voelde ik me wel daarna heel dankbaar, maar in het begin, je moet wel eenmaal opnieuw beginnen, dus dat is één ding. Ja, en ik heb wel echt in mijn slaap en in mijn bed paniek en angstaanvallen gehad. Dus dat was wel, dat waren wel een van de dingen dat ik echt dacht van, het gaat niet helemaal goed. Ja. En doordat dat het laatste is wat je denkt als je jou ziet. Ja. Paniekaanvallen. Bizar, hè? Ja. Ongelooflijk. Kan ik me ook voorstellen dat mensen daar heel weinig rekening mee houden. Ja, dat was ook wel vrij moeilijk en zelf ook, alsnog ga ik dan soms door. En dat is voor mensen ook wel verwarrend en dat heeft misschien ook wel soms bij mensen ook toegeleid dat ze ook dingen niet snapten, wat ik dan nu ook weer heel goed begrijp. Maar op dat moment wist ik gewoon echt niet goed meer soms wat links of rechts was. En heb ik echt wel even weer terug moeten gaan, dus helemaal naar mijn eigen zelf van wat wil ik nou? En wat vind ik belangrijk ook in het leven en waar hecht ik waarde aan? En, ja, dat heeft me wel echt even tijd gekost allemaal, ja. En kan je een voorbeeld noemen van een deur die is opengegaan, zoals je net zei, waar je anders nooit aan gedacht zou hebben? Ja, ik denk eigenlijk sowieso dat bootcamp verhaal, maar ook dat ik na mijn operaties wel ook besloot bij het werk waar ik toen zat van, dit is ook niet meer mijn plek. En ja, toen in de zomer had ik niet echt werk nog, dus dat was vrij spannend. En toen opeens kwam toch via mijn netwerk, kwamen dingen binnen en wilden mensen toch dat ik dingen voor ze ging doen. Ja. En dat was wel heel tof eigenlijk. Dat zal je hele leven zo blijven, denk ik. Ja, nou, laat ik het hopen. Ja, dus dat eigenlijk. Emma, wat knap dat je zo positief in het leven staat. Heb je tips om met zo'n heftige situatie om te kunnen gaan? Wat dus voor mij heel erg heeft geholpen is één, er heel open over zijn. Ook puur en alleen omdat ik echt dacht, geen taboes. Het gaat ook over borsten, dus vooral voor mannen is het soms gek. Want die hebben ook de neiging om ernaar te gaan kijken. En ze denken, ik mag er niet naar kijken. Dus dat is ook wel weer leuk. Ja, dat is natuurlijk zo. Als iemand iets vertelt, ik heb iets met je knie. Je gaat toch soms dan naar iets kijken. Maar ja, dus er, voor mij er open over zijn. Maar ook humor, ja, zoals je ziet. Ja. En met mijn teamgenoten. Ja, dat zij, ik heb gewoon met hun gedoucht en zij trokken gewoon bij wijze van spreken mijn shirt open van hoe ziet het er vandaag uit. En ja, het zag er natuurlijk echt niet uit. En ook al schokken ze, ja, doordat ik er en open en humor konden we erover praten. Maar durfden zij ook wel te zeggen van, oh wow, het is wel heftig. Of
En je praat over teamgenoten. Je hebt bij binnenland in Baandrecht op het hoogste niveau gespeeld. Ja. Klopt het nou dat je een rentree overweegt op het hoogste niveau? Ja. Ja? Ja, toch Waar? Wel. Ja, wellicht in Haarlem. Ze hebben daar een nieuw team gestart, Triple okay. Threat. En ik zit er wel over na te denken. En waarom zou je dat weer willen? Want dan moet je weer volop aan de bak. Ja, nou, dus dat was wel even de overweging. Want toen ik dus uiteindelijk die burn-out had, kon ik echt fysiek kon ik het ook niet. Want ik was echt te duizelig om dat te doen. Maar ik ben natuurlijk ook al tijdens die operatie daarna best wel het vertrouwen in mijn lichaam kwijtgeraakt. Omdat je mag jezelf niet bewegen. Ja, je lijf verandert gewoon. En nu ook met die spieren. Ik mag eigenlijk sommige dingen nooit meer, zoals push-ups. Maar ja, nu is dat wel weer terug. En ik heb ook soms wel het gevoel gehad dat ik nooit misschien mijn eigen potentie heb bereikt. Of ja, wij trainen altijd maar een aantal keer in de week. Want vrouwenbasketbal is helaas, kan je niet echt je werk van maken. En ja, hierbij willen ze ook wel aanbieden dat je meer kan trainen. Oké. Ja, ik weet niet. Het leek me gewoon op een gegeven moment dacht ik toch van, corona. Je moet je toch ook aan aanpassen. Reizen gaat hem voor mij niet meer worden. En sport is toch wel altijd een heel groot deel van mijn leven. En gewoon, ik mis gewoon het wel. Een keer proberen. Ja. Ja. Mooi. Ja. André Lameijzen zegt, respect voor deze kanjer, Kira Bremer. Nee. Je bent een topper en een bloedmooie mens. Tot op de bootcamp. Ja, die sport, Patrick Buijs, wat wil je dan nog meer ontwikkelen voor je bedrijf? Want dat deurtje zet je net ook open. Oh, dat bootcamp maar een klein dingetje is. Ja, nou, ik wil eigenlijk sport als middel gaan inzetten bij bedrijven. Ik heb dus zelf meer dingen gedaan in de HR-hoek en organisatieadvieshoek, change management. Dat is ook mijn studieachtergrond. En ja, ik heb ook wel gezien bij bedrijven dat soms best wel lange, zware trajecten zijn. Dat het als het gaat over gedragsverandering, dat best moeilijk ook is. Ook voor iedereen. En ik dacht, ja, wat nou als je sport als middel kan gaan inzetten? Of wat nou is bij een onboarding traject of bij teambuilding? Ja, sport leent zich natuurlijk gewoon daar onwijs mooi voor. En ja, ik denk dat ik die vertaalslag wel kan maken vanuit het gesprek aangaan met een bedrijf. Wat speelt er naar? Ja. Hoe kunnen we dat met sport... Peter van de Wielen, dat is de man van Sanidump, van wie je dat Bluetooth-apparaat hebt gekregen. Speaker. Respect. Ik denk dat we daar ook maar een proefles moeten gaan nemen, heren, zegt hij. Nou, dat zou maar leuk zijn. Maar volgende week met Peter. Ja. Misschien kunnen we op zondagmorgen. Nou ja, bedrijfsbootcamps, kom maar door. Daniel, tenslotte, vond je het niet eng om juist een bedrijf te starten in de coronacrisis? Ja, een beetje wel. Nog steeds, eigenlijk nu. Ik moet wel zeggen, voordat ik dus op reis ging, had ik al zoiets van, ik spaar wat extra's als ik terugkom, want dan kan ik een aantal maanden overleven. En ik had dus al dat idee in mijn hoofd. En misschien ook wel, doordat ik best wel aan mijn netwerk heb gebouwd, heb ik ook meer vertrouwen in mezelf gekregen dat het wel goed komt. Maar dat zeg ik nu heel stoer, maar soms zit ik wel thuis en zijn er dagen dat ik denk, gaat het allemaal wel goed komen? Maar ja, zo niet, dan neem ik er toch ergens een opdracht bij en dan komt het wel. Hoe was het om dit verhaal hier te doen? Ja, toch wel spannender van tevoren dan ik dacht. Wat ik zei, ik ben er wel heel open over geweest, maar ja, nu zit je wel echt in één keer met je billen bloot met de camera op je kop. maar ik ben ergens ook wel heel blij, want uiteindelijk is dit wel wat ik wil en waar ik voor sta, dat dit soort dingen bespreekbaar mogen zijn. En dat doordat ik mijn verhaal heb gedeeld, zijn er ook twee andere meiden die hetzelfde hadden van mijn leeftijd. En waar ik ermee over heb kunnen praten en die ik ook een beetje heb kunnen helpen. En eentje heeft het net ook weer gedaan. En dan denk ik, ja, dat is wel mooi, want ik had dat misschien ook wel willen hebben. Ja. Ja. Een topwijf, hè? Ja, ik vind het echt ontroerend mooi dit. Ja, prachtig. Ja, we hebben hier heel veel bekende mensen aan deze tafel gehad, maar ik vind het een van de meest indrukwekkende uitzendingen. Dankzij jou. Nou, dankjewel. Dankjewel. Ja. Nou, bedankt dat jullie elkaar gevonden hebben hier aan tafel. Is er nog iets wat ik niet gevraagd heb of wat we niet aan de orde hebben gesteld, wat je wel nog kwijt wil? Ik denk het niet. Dat ik het heel leuk vind dat ik hier vandaag heb mogen zijn. En dat jullie nog maar veel mooie uitzendingen mogen maken hier. Nou, we hebben van je genoten. Dankjewel. En jij bedankt voor het kijken. Donderdag zijn we er weer. Met Ron Voskuilen, de directeur van het CEO, dat dan zou beginnen in het Kralingse Bos. Ja. Weer een Rotterdamse icoon hè, op het lijstje erbij geschreven. Ja. Tot dan, je was een fantastisch publiek. Dag. Dit programma wordt vooral mogelijk gemaakt door Sanidump, Eurotrade en Jax.nl.